Jij bent een voetbaldier puur sang, dat weten wij inmiddels, hè? En dan vroeg ik me af, wat nou als jij geen voetballer was geworden? Wat had jij dan gedaan in het leven? Wat voor werk, wat voor carrièrepad? Poeh, dat is best lastig om dat te bepalen. Dat ik al zo vroeg het misschien wel duidelijk was dat ik profvoetballer zou worden. Ik heb school afgemaakt, VWO. En had me destijds ingeschreven volgens mij voor commerciële economie. Maar ik vind dingen overbrengen, dus het was niet uitgesloten misschien in lesgeven iets. Ja. Maar ja, ik denk dat mijn pad altijd wel vrij duidelijk was: voetballer worden en daarna trainer worden. Ja. Zijn jullie als Feyenoord zijnde, jij met je elftal verder dan vorig jaar? Als je in deze fase bedoel ik. Ja, nou, ik denk dat iedereen dat snapt dat dat zo is. Maar dat had natuurlijk veel meer met de ridiculiteit van vorig seizoen te maken. Waar bijna iedereen weg was of wegging nog in de voorbereiding. En het vrij lang duurde voordat wij spelers aan konden trekken. Dus ja, dat kan je totaal niet met elkaar vergelijken. Maar tegelijkertijd zijn de verwachtingen ten opzichte van vorig seizoen ook enorm omhoog gegaan. Ja. Dus ja, is het ook logisch en goed dat wij op dit moment verder zijn dan in de voorbereiding van vorig seizoen. Zegt het iets? Want vorig jaar, nou, je geeft zelf aan wat toen, hoe het er toen voor stond. Ja, en kijk hoe het is geëindigd. Ja, nou, het zegt zeker iets. Omdat met name de voorbereiding in de winterstop ik ook al heel tevreden over was. Toen we eigenlijk hetzelfde hadden als wat we nu hebben. En nou, dat heeft wel aangetoond dat zo'n sterke basis van voetbal je heel veel op kan leveren. Maar tegelijkertijd heeft ook vorig seizoen aangetoond dat een moeilijke voorbereiding nog steeds geen excuus is om tot slechte prestaties te komen. Want ook voor de winterstop hebben we onze wedstrijden gewonnen. Op een veel minder goede manier dan na de winterstop. Maar we hebben ze wel gewonnen. Je bent wel eens kritisch geweest op het spel in de voorhoede. Of het rendement in ieder geval daarin. Hè? Daarin kun je een volgende stap zetten. Hoe doe je dat? Want je hebt natuurlijk vorig jaar ook op het trainingsveld daar natuurlijk alles aan gedaan om dat beter te krijgen. Ja. Nou ja, nog steeds veel van hetzelfde. Dus blijven herhalen, blijven aanbieden. En op zoek blijven naar de afstemming en de timing, dat ze dingen ten opzichte van elkaar doen. Kijk, het zal altijd het allermoeilijkste zijn in voetbal. Hè. De laatste derde van het veld waarin je wat moet creëren, dat is veel moeilijker dan verdedigen. Dat is ook de reden waarom zoveel trainers voor verdedigen kiezen en vanuit de omschakeling toeslaan. Omdat dominant zijn veel moeilijker is dan afwachtend voetbal te spelen. Maar dat is wel wat wij bij Feyenoord willen. We willen de bal, we willen aanvallen. En dus zullen we op zoek moeten naar daarin verbetering. Ja, dat kan op twee manieren. Dat kan op het trainingsveld, waar echt nog wel zeker verbetering te maken is. Maar waar we ook al enorme stappen afgelopen jaar gemaakt hebben. Het kan ook dat individuen na een jaar Feyenoord nu een volgende stap maken in hun ontwikkeling. En de derde manier om het voor elkaar te krijgen, dat is eentje die we allemaal kennen. Ja. Dat is de transfermarkt. Ja. Achter jou zien we net in het hoekje. Ja, we zien hem net staan, Dennis de Kloeze. Heeft hij jou deze week al blij kunnen maken met een berichtje over een stand van zaken of welke kant iets op gaat? Nee, we zijn wel denk ik heel dichtbij een speler geweest die we ontzettend graag wilden. Maar helaas heeft hij toch op het laatste moment misschien niet eens zelf, maar is voor hem de keuze gemaakt dat hij naar een andere club ging. Ja, dat was ontzettend jammer, want die speler had ons denk ik absoluut kunnen versterken. Maar we blijven onze oren en ogen open houden om te kijken, ja, vinden we die wel? Maar ja, dat is best moeilijk, omdat we topkwaliteit nastreven van een gearriveerde speler. Dat streven we na. Nou, dat brengt ook financiën met zich mee. En als dat niet kan, zullen we naar een talentvolle jongen toe moeten. Die misschien wel of niet direct kan staan, maar waar we heel veel vertrouwen in hebben. En dat is vaak een categorie die wat makkelijker te betalen is en wat ook wat haalbaarder is. Maar ja, daar hebben we ook al heel veel van spelers waar we ook al heel tevreden over zijn. Dus ja, het luistert heel nauw om daadwerkelijk die versterking te vinden waar we naar op zoek zijn. Het gaat om de plekken waar Szymański en Idrissi speelden. Hè? Die hebben de hoogste prioriteit. Maar eigenlijk heb je het dan alleen nog maar over vervanging ten opzichte van vorig jaar. Vervanging van die spelers die weg zijn. Terwijl je ook kan voorstellen, je gaat de Champions League in, je bent kampioen geworden, je wil juist nog een stap hoger, dat je ook nog naast vervanging ook aanvulling als trainer wil. Ja. Maar goed, die vervanging kan lucht. Nee, maar die vervanging, dat zou zo kunnen zijn. Wat verschrikkelijk moeilijk is als je gezien hebt hoe goed Szymański en Idrissi het bij ons gedaan hebben. Dat je daar twee spelers voor vindt die je nog beter maken. Of die misschien met elkaar nog beter leren samenspelen. Dat is één manier om beter te worden. De andere manier, en die hebben we denk ik al wel toegepast, is om ook wel jongens die misschien
vorig seizoen niet speelde, te vervangen voor nieuwe jongens die wij wel als zeer talentvol inschatten en waarvan wij denken dat ze ook al heel dicht tegen de basis aan zitten. Dan heb ik het bijvoorbeeld over Thomas Beelen en Thomas van der Belt. Dus en dan heb je natuurlijk nog het trainingsveld waarin je kan verbeteren. Nou, daar hebben we vorig seizoen zoveel stappen gemaakt dat ergens is de rek van het trainingsveld wel een keer uit. Maar dan zit de rek nog wel in de individuele verbetering van een speler of, zoals ik net zei, de transfermarkt. Vind je je selectie in de breedte, dus even los van die twee posities waar we het net over hebben, stel die zijn opgevuld dan, is het dan in de breedte genoeg of moet er daar ook nog wat bij van? Kijk, laat daar geen misverstand over bestaan. Ik ben blij dat je ernaar vraagt. Ik ben echt ontzettend blij met de selectie die we hebben. Als ik zie niveau wat ze nu halen, hoe ze trainen, hoe fanatiek ze zijn. Ja, dan is er eigenlijk niks anders dan dat je ontzettend blij kan zijn als trainer. Alleen, ja, waar we natuurlijk naar streven als Feyenoord zijn, en dan refereerde je net al aan, om nog beter te worden en om dat voor elkaar te krijgen. Ja, daarom zijn we ook geduldig. Want een goede speler halen, dat is echt wel mogelijk. Maar we willen ontzettend graag een speler die ons aan de bovenkant versterkt. Ja, en dat is om vele redenen moeilijk. 1, vind hem maar eens. En 2, als je hem gevonden hebt, past dat dan binnen de financiële mogelijkheden van Feyenoord. Omdat als jij aan de bovenkant ons wil versterken, ja, dan moet je wel een serieus goede speler zijn als je kijkt wat voor niveau we nu al hebben. Vind jij dat Feyenoord inmiddels ook in de positie is om dieper in de buidel te tasten dan in het verleden? Dat dit ook het moment is dat de club het moet doen? Nee, daar kan ik niet iets van vinden. Dan zou ik de financiën van de club moeten kennen. Die ik tot op zekere hoogte ook best wel een beetje ken. Zeggen, ja. Want dat communiceren ze natuurlijk wel met me. Ik denk ook echt wel dat er een transferbudget beschikbaar is. Of dat denk ik niet alleen, dat weet ik ook wel. Alleen dat zullen we wel heel nuttig en goed in moeten zetten. En dan moeten we constant onze afwegingen in maken. Stoppen we het allemaal in één speler? Of verdelen we het over twee? Iedereen kan bedenken als je het allemaal in één speler stopt. Dat normaal gesproken dat dan ook echt een topspeler kan zijn. Maar dat betekent ook dat die tweede positie op een andere manier ingevuld moet worden. Misschien op de huurmarkt. Terwijl als je de bedragen verdeelt, wat je uit te geven hebt. Ja, normaal gesproken. Dan kom je dan in een andere markt dan als je alles in één speler stopt. Snap je dan een beetje wat ik bedoel? Ja. Oké. Paar korte dingen. Je hebt een paar jeugdspelers mee. Milambo bijvoorbeeld, die loopt wel lang rond. Maakt die de overstap al echt naar de A-selectie dit seizoen bijvoorbeeld? Ja, die zit al in de kleedkamer van het eerste. En ik denk ook dat hij een bijpassend nummer heeft. Dat weet ik niet exact, maar daar ga ik wel van uit. Ja, ik zie je samen een knik op de achtergrond. Hij heeft ook een bijpassend nummer. Dus die heeft vorig seizoen al een knappe ontwikkeling door. Maar heeft het moeilijk gehad. Hij heeft eigenlijk een proces doorgelopen wat elke jeugdspeler, niet elke, maar de meeste doorlopen. Dus 2 jaar geleden volgens mij zijn debuut gemaakt als jongste speler ooit in de Europa League van Feyenoord Conference League. En daarna een moeilijke fase gehad, want toen is hij weer terug naar de belofte gegaan. Zelfs nog weer even onder 18 gezeten. Maar daar heeft hij aangetoond dat hij daar mentaal goed mee om is gegaan. En vorig seizoen was hij er al vaak bij en goed ontwikkeld. Nou, Givai laat het ook zien, doet het ook uitstekend. Leo Sauer doet het uitstekend. Dus het is heel mooi om te zien dat ook de jonge spelers aanhaken en dat het mijn inschatting is dat ze door hun medespelers niet eens als onder 21 spelers gezien worden, maar als spelers die gewoon al onderdeel zijn van het eerste. Nou, de moeilijkheidsgraad van een jeugdspeler zit te vaak in de stabiliteit en prestaties en dat zullen ze de komende dagen, weken moeten blijven laten zien om bij het eerste elftal te blijven. Ja. Nou zei je bij de eerste training van Gernot Trauner, dat gaat nog wel 2 weekjes duren. Volgens mij is dat inmiddels langer dan 2 weken geleden. Zit daar een tegenslag in? Want we zien hem nog niet. 2,5, nee. Ja, die is aan het revalideren, maar een revalidatie kun je natuurlijk nooit op de dag nauwkeurig bepalen. Ik had hem net nog even op de app en hij is heel tevreden over hoe het met hem gaat. Maar de laatste stap in zijn revalidatie moet hij nog wel zetten. En dat waren nou ook net de stappen waar hij constant het plafond aantekte bij ons. Als hij dat dan weer deed, dan had hij weer een terugval. Dus dat zal de komende dagen moeten uitwijzen of die 2 weken om en nabij klopt. Hè? Want we zitten denk ik 2,5 week verder nu. Nu net 2 weken. Of dat het wellicht toch nog langer gaat duren. Maar hij heeft er zelf op dit moment een heel goed gevoel over. Ja, hou je er rekening mee dat het echt wel eens toch langer kan duren? Want als ik dit verhaal zo hoor, dat het steeds gaat om die piekbelasting, ja. En dan is er een terugslag. Dan kan het ook een verhaal zijn dat echt langer duurt, of niet? Ja, kan. Maar ik ben iemand die altijd positief is ingesteld. Dus ik hoop voor ons, maar vooral ook voor hemzelf, dat hij, als hij nu terugkomt, dat hij ook echt weer aan kan sluiten. Maar dan moeten we niet vergeten dat hij echt al een paar maanden gemist heeft. Dus met zijn blessureverleden moet je dat allemaal wel in acht nemen. Dus ja, ik ga ervan uit dat we er nog dit jaar zeker over kunnen beschikken.
Hoeveel exact? Ja, dat is moeilijk ook voor mij om dat aan te geven. Laatste vraag. Het nieuwe seizoen begint nu. Wat gaat voor Feyenoord en voor jou de moeilijkste uitdaging van dit seizoen worden, denk je? Nou, er zijn heel veel moeilijke uitdagingen in het seizoen. Hè? Dus ik zei net al bij de collega's van NOS dat alleen mensen die nooit kampioen geworden zijn, die roepen heel makkelijk, ja, Feyenoord is weer de favoriet voor komend seizoen. Omdat die niet weten hoeveel je goed moet doen om kampioen te worden. Als je één keer kampioen bent geworden, weet je dat je dat soort uitspraken als het om favoriet zijn, gaat niet zo snel doen. Want je weet voorafgaand seizoen dat er zo verschrikkelijk veel dingen goed moeten gaan. Cruciale momenten in een seizoen moeten allemaal jouw kant opvallen. Om dat voor elkaar te krijgen. Je moet er zo hard voor werken. Dus dat moeten we allemaal eerst eens weer voor elkaar krijgen. Maar het is natuurlijk wel zo dat we bij een topclub zitten. En een topclub streeft het hoogste na. Dus dat doen wij. Maar dat doen een aantal andere topclubs ook. Dus er zitten heel veel uitdagingen dit seizoen. Ook weer. Ja.